Sommige deskundigen verwachten dat tekorten aan bruikbaar water een oorzaak zullen zijn van toekomstige conflicten. Daarom wordt in dit filmpje de beschikbaarheid van water uitgelegd, met behulp van de waterbalans. De waterbalans is de verhouding tussen de aanvoer van water in een gebied en de afvoer. In een gebied is een bepaalde hoeveelheid water, wat bijvoorbeeld is opgeslagen in het grondwater of in meren. Er kan nieuw water worden aangevoerd als het regent of als rivieren water aanvoeren. Tegelijk verdwijnt er weer water als het water verdampt of als rivieren het water weer meenemen. Als er net zoveel water binnenkomt als dat er uitgaat, is er sprake van een balans. De hoeveelheid water in het gebied blijft dan gelijk. Als er meer water bijkomt dan dat er wordt afgevoerd, dan kunnen er overstromingen ontstaan, bijvoorbeeld als het heel hard regent. Als er meer water wordt afgevoerd dan dat er binnenkomt, dan kan er een watertekort ontstaan. Door klimaatverandering wordt het warmer, waardoor in sommige gebieden de verdamping toeneemt. Ook kan het door klimaatverandering droger worden. Hierdoor wordt er minder water aangevoerd en meer water afgevoerd, waardoor er een watertekort kan ontstaan. Mensen hebben ook invloed op de waterbalans. Door veel water te gebruiken is er minder water beschikbaar voor de natuur. Zo wordt er veel water gebruikt voor irrigatie van landbouwgebieden, door de industrie en door huishoudens. Door veel water te gebruiken kan het zijn dat de waterbalans niet in evenwicht is en er een tekort ontstaat. Dit kan opgelost worden door water op te pompen uit diepe gesteentelagen. Dit is wat anders dan grondwater, want dit is al lang geleden ontstaan en wordt daarom fossiel water genoemd. Omdat dit water niet wordt aangevuld, raakt het ooit op. Het gebruik van fossiel water is om die reden dus niet duurzaam. Kortom, de waterbalans laat zien wat de verhouding is tussen de aanvoer en afvoer van water in een gebied en wanneer het watergebruik niet duurzaam is.